Vanuit mijn oogpunt volkomen terecht man of the match. Je hebt er wat energie in gegooid, Ian. Ja, dat is ook wel de bedoeling op mijn positie. Dat verwacht de trainer ook van ons. En ja, ik hou er ook wel van om een beetje lekker veel te lopen en een beetje energie te geven. Dus. Ja, en constant aanspeelbaar zijn. Ook samen met Maarten van Dijk en Rick Dekker op dat middenveld. Mannen, heerlijk. Ik denk dat we eventjes tijd nodig hebben gehad om aan elkaar te wennen. Toch 3 nieuwe spelers gekomen. Of ja, Maarten zat er dan al, maar het is toch voor hem ook nieuw met mij en Rick. En ja, ik denk dat het steeds beter gaat. Het heeft ook even tijd nodig, weet je, in het begin van het seizoen. Zeker, zeker. Hé, hey, en mag je naar de kapper, naar Nero? Ja, top, dat hè? Dat is wel mooi, hè? Ja, ik geef hem maar niemand anders uit ons team. Die mag hem hebben, die hier in de buurt woont. Ja, ik heb allemaal Mikey gegeven. Bij jou weinig te doen, hè? Ja, dat hoeft niet. Ja, oké. Okay. Hey, wat vond je van deze wedstrijd? Ik denk dat we die wedstrijd gewoon volledig domineren. En dat we nu wel scherp blijven tot het einde, gelukkig. Dat we vorige week misschien daarin een klein beetje verslapt aan het einde van de wedstrijd. Waarin we die punten nog weggeven. Maar ja, nu bleven we gelukkig scherp en hebben we het netjes uitgespeeld. Gewoon dat we geen doelpunten tegen kregen. Mij viel de gezamenlijkheid enorm op. Ja, ik denk ook dat we dat wel ook onze kracht is. Dat we het met z'n allen doen. En zeker thuis willen we gewoon allemaal veel energie geven en ja, het publiek een beetje vermaken. En dat is wel gelukt vandaag, denk ik. Terwijl toen die desastreuze wedstrijd in Veenendaal tegen Dovo, verdedigen absoluut niet in het woordenboek naar voren komt, begint het nu eigenlijk al van vooraf, hè? Ja, ik denk dat we het ietsjes omgezet hebben, dat we het ietsjes anders aan het doen zijn. Dat we ietsjes minder hoog druk zetten. Misschien was dat ook in het begin een klein beetje naïef. En nu staat het beter en hebben we het beter voor elkaar ook. Dus ja, ik denk dat wel in ons voordeel is. De linies sluiten enorm goed op elkaar. Ja, en wat ik net al zei, we trainen het ook veel. En ja, dat heeft gewoon in het begin even tijd nodig. En dat gaat nu steeds beter. Ja, wat een heerlijke assist van Yannick Bouw trouwens. Ja, hij legde hem heerlijk neer. En kon hem gelukkig goed afdrukken. Maar... Ja, dit was wel echt afdrukken. Ja. Ik schoot hem volgens mij best wel lekker in. Dus dat is prima. Heel lekker. Ja, een heel goed weekend wens ik je. Ja, dat gaat mede lukken. Namens alle supporters en DVS TV. Ja, groetjes terug. Oké. Okay. Okay, fijne dag. Hey.